lezing wordt uitgesproken door Bas Heijnen. En daarin maakt hij duidelijk dat dit tijdsgevricht vraagt om militant humanisme. En dat hij dat zo benoemt wil zeggen dat hij vindt dat het humanisme in de afgelopen periode te weinig zichtbaar en te weinig militant is geweest. Je kunt de vraagteken weglaten. En tegelijkertijd zou ik willen zeggen, kenmerkend voor het humanisme is dat het heel genuanceerd en ook doordacht is. Dus dat je niet vervalt in slogans, snelheden, snelle oordelen, waarvan ik denk dat we al te veel hebben in deze tijd. Maar dat je die genuanceerdheid pregnant en stevig over het voetlicht brengt, dat ben ik wel met hem eens, ja. Inspirerende avond, waarin ze te horen krijgen op welke manier humanistische waarden en welke waarden op dit moment van belang zijn en waar we met elkaar voor zouden moeten staan als tegenwicht tegen het verharde klimaat. Het Humanistisch Verbond volgt allereerst de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en heeft daar een mening of oordeel over wat wij naar buiten uitdragen wanneer wij vinden dat humanistische waarden met voeten getreden worden. En dan gaat het over zelfbeschikking, verantwoordelijkheid, vrijheid, gelijkwaardigheid. We organiseren lezingen. We stellen materiaal beschikbaar waarin door mensen zich kunnen laten inspireren in hun eigen oordeelsvorming. Bijvoorbeeld in de vorm van een humanistische kanon. En wij hebben geestelijke raadslieden die namens het verbond werkzaam zijn in gevangenissen, in de krijgsmacht en in zorginstellingen. Humanisme is een levensovertuiging, een visie op de mensen en de wereld. Die ervan uitgaat dat mensen in staat zijn zelf betekenis en zin aan het leven te verlenen.